De wilde actie van een groep werknemers van goudbedrijf Newmont is overgenomen door de bond. Voorzitter Joël Panka van de Newmont werknemersorganisatie NWO zegt dat er genoeg grond was om de actie over te nemen. Het blijkt dat door de stijgende US-dollarkoers het bedrijf steeds minder US-dollar tegen de centrale bankkoers uitbetaalt aan de werknemers. Volgens Panka komen ze leden niet meer uit met het maandelijks loon, omdat deze steeds afneemt. Dit heeft gezorgd voor de nodige wrevel, waardoor enkele leden hebben besloten om spontaan het werk neer te leggen. Het bleek dat die onvolkomenheden vertoonden, waar het bedrijf ook niet toegegeven, echter geeft het bedrijf aan dat het om een kleine groep gaat. Maar het blijkt dat er meer mensen zijn die slachtoffer zijn geworden, als ik het zo noem maar, van een wijziging in het systeem. Newmont heeft ons geïnformeerd dat men met een nieuw systeem werkt en die heeft gezorgd voor een stukje, als ik het zo noemen mag, misberekeningen in het loon van de mensen. En gaat het en om een grote groep of maar een deel van de werknemers? Dus zoals wij de informatie hebben gekregen, ging het of gaat het om nogal een grote groep, want die als groep hadden ze duidelijkheid gevraagd. General Manager van Newmont Suriname, Wilfred Visser, spreekt in een interne correspondentie over een wilde actie. Hij riep de actievoerders dan ook op gelijk het werk te hervatten en in dialoog te gaan. Visser wijst erop dat bij voortgang van de onrechtmatige werkneerlegging de actievoerders hun baan op het spel zetten en zich schuldig maken aan ernstig plichtsverzuim. Volgens bondsvoorzitter Panka heeft de directie intussen de bemiddelingsraad voor geheel Suriname ingeschakeld en wordt thans gewacht op een uitnodiging van de raad. Wij hebben vanmorgen gesproken, maar waar wij eigenlijk elkaar niet van de vinden, is dat het bedrijf eist dat om verder te praten. Want ze begrepen dat het werk, als het ware nog, de staking nog steeds is opgeheven, dat om verder te praten, wij eerst ervoor moeten zorg dragen dat die staking wordt opgeheven. NWO-voorzitter Panka was op het moment van dit interview onderweg naar de Merian-site om zijn leden toe te spreken. Het is gebruik dat bij acceptatie van een uitnodiging van de bemiddelingsraad de staking moet worden opgeschort.